En dan neem ik jullie vandaag mee met ons avontuur voor een kledingkast. Dit wordt een zoektocht. Lopen we dan? Ja. Moesie met een oh, die blijft achter. Welkom bij de gordijnenhel. Echt, het is echt niet te geloven. Wat een drama. Good morning en welkom bij Verhuis Vlog 4. 3. Jezus. Nou, echt een hele goede morgen. Ik ben in Heerenveen. En mijn sportkleding heb ik aan. De laatste tijd vind ik het heel fijn om in een t-shirt te trainen. En dan hierachter zo. Zie je het? Sorry, lekker op de kop dat beeld. Daar een beetje, zodat je nog een beetje vorm hebt. Hè? Een beetje de booty showen. Ik voel me niet zo lekker meer in crop tops. Ik weet niet waarom. Het slaat misschien helemaal nergens op. Maar nu hoef ik nergens over na te denken. Ik ga richting de gym. En dan neem ik jullie vandaag mee met ons avontuur voor een kledingkast. Dit wordt een zoektocht. Dat ga ik je wel vertellen. Maar eerst trainen. Onderweg. Ik heb lekker getraind. Moesie is er ook. Heeft lekker zonnebrilletje over. Hi. Eerst gaan we naar de Jusk en de Leenbakker. Ja. Om gordijnen te halen. We hadden gordijnen gezien bij de IKEA. Alleen die kon je niet online bestellen. En waren ook niet op voorraad in Zwolle en in Amsterdam. Dus Skitta, wij gaan naar de Leenbakker. Of de Quantum of de Jisk. Ik heb mijn bed ook bij Jisk gehaald. Want IKEA bezorgde ook geen bed. Wat heel raar. Maar eerst mijn kwarkje eten, want ik heb mijn leven op een rit. Dus dat heb ik natuurlijk vanochtend nog niet gedaan. Ik heb een verandering gedaan in het idee. Want ik wou roze op mijn muur. Maar ik ga beige doen. En een beetje dat staalblauwe. Ik heb het ook op mijn telefoon. Misschien zien het. Deze kleur. Ja. Vind ik heel mooi. En de knopjes van mijn kastje wil ik ook veranderen. Dus we gaan in blauwe accenten werken. In plaats van knal oud roze op de muur. Het liefst had ik mijn hele huis vol met van die organized bakjes. En dan ook een kruidenrekje en dat soort dingen. Ik heb een tijdje op TikTok echt daar een serie van gemaakt dat ik daarop ging reageren. En mensen vonden dat fantastisch. Maar het is toch ongelooflijk als mensen dit hun berging zelfs vol met zulke bakjes hebben. Ongelooflijk. Dan heb je je leven echt om een rit. Ik wou dat ik dat had. De trouble is, deze kleur is wel heel erg mooi. We hadden echt perfecte bij de IKEA gevonden. Maar die konden we toen ook, jezus, niet meenemen. Maar dit is niet verduisterend. Dus dat wil je natuurlijk wel. Want je wil gewoon in het donker gaan slapen. Anders hebben gordijnen niet zoveel zin. Wij worden helemaal, we zitten echt als twee kippen zo tak 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 te kijken. Maar het is zo leuk om zulke dingen te shoppen. Kijk, zien we weer wat. Heel leuk. Focus, gordijnen, anders niet. Weer afgeleid. Allemaal leuke dingetjes. En dat is een beetje het probleem. Daarvoor zijn we hier niet. Ja, ook leuk. Allemaal leuk. Echt. Dit is veel te leuk. Maar ja, dan uiteindelijk eindig je met kaarsenhouders en vaasjes. Maar geen gordijnen. Dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Dat is ook niet goed voor mijn prikkels. Ik heb echt het idee dat ik ADHD heb. Dat zo'n winkel veel te veel prikkels heeft. Gordijnen, ik zie ze. Even terug te komen op roze. Dit is ook heel mooi voor op de muur. Eventjes niet too much. Want ik was bang dat het te donker werd. Oh, hier hebben ze ook allemaal geverfd. Oeh, hele mooie kleur. Ja. Wat een gave kast. Het probleem is alleen dat je alles wat je niet op hebt gevouwen, dat zie je ook als de deuren dicht zitten. Meestal is dat mijn tactiek. Maar hij is wel heel gaaf. Ik dacht, doe ik er twee, maar dat gaat pijn doen. We gaan naar de kringloop voor een kast. Quantum wordt hem niet met de gordijnen. Nee, ik snap het ook niet. Het is maar een karwei. Maar het was niet bij karwei. Sorry, dit vond ik een heel leuk grapje. Nee, niet geslaagd. Dus de auto start en we gaan naar de Leenbakker. Nou, ook bij de Leenbakker niet gelukt. Maar wel een leuk kussentje. Ja, allemaal leuke dingen. Alleen maar leuke dingen. Nee. Kutgordijnen. Amsterdam, we zijn er. Weet je dat grapje nog? Het was een heel karwei. Niet gelukt bij karwei. We waren bij de Quantum. Begint wel met elkaar. Ja, precies. Hè? Eén pot nat. Lekker aan de cappuccino. Lekker. Het is best wel lekker, hè? Hele inboedel mee. Maar we zijn thuis. Even een tussenstop om alles te droppen. En dan gaan we naar de volgende kringloop. Die vorige was net niks. Oké, het huis is best wel redelijk netjes. Dus ook een goed moment om hem nog even goed te laten zien. Dit is natuurlijk niet netjes. Maar dit is allemaal nog van het bed wat ik naar beneden moet brengen. Maar hier kom je naar binnen. Heb hier een keukentje. Heel chill. Uitzicht. Hoppa. Dit moet nog allemaal gefixt worden. We gaan dus allemaal kastjes en dat soort dingen kopen. Maar we gaan eerst mijn kamer fixen.
Daarna gaan we de woonkamer of de keuken, maar willen we elke maand eigenlijk het huis steeds leuker maken. Maar hier heb je eigenlijk een soort hele grote hal en ook de eetkamer, het tafel, want we hebben niet echt een woonkamer. Aangezien Anna een hele grote kamer heeft wat normaal een woonkamer is. Dus dit is een beetje een woonkamer geworden met Anna's bed hierachter. En dat is haar slaapkamer en die zit mooi aan het balkon vast. En dan hebben we een heel lang balkon. Heel erg fijn. En dan gaan we naar Annika's kamer, want die zit ook aan het balkon vast. Dat is de tweede deur naast de ingang. En die slaapt hier. Dus dat is ook helemaal chill. En dus weer een deur naar het balkon toe. En dan heb ik het minst kleine kamertje. Grote kamer, minst kleine. Wel, minst kleine. Dit is mijn kamer. En we hebben allemaal spullen al meegenomen. Mama is al helemaal aan het kijken. Maar we hadden dit nog liggen. En hoe schattig staat dit? Het is echt heel cute. Mooi uitzicht. Het bedje staat nu nog hier. Ik weet niet of ik dat ga houden. Kastje. En we gaan van alles zoeken. Om hier nog een mooie kast neer te zetten. Badkamer hebben we hier. Heel simpel. Moet nog allemaal helemaal gecleaned worden. Hè? Dat snap je wel. Dat snap je wel. We zijn nog druk aan het verhuizen. Hier, wasseretten. Ja, ja, ja. En een beetje berging. En een wc'tje. Hoe leuk is dat? En dit is het huisje. Hoe chill is dat? Ik ben zo blij mee. Nu eerst eventjes wat eten. Lekker. Mama neemt altijd spullen mee. Ja. Wij halen onderweg eigenlijk nooit echt eten, want jij had altijd eten mee. Ja. En drinkflesjes mee. Dus en nu gaat ze, nu komt ze bij mij thuis. Heeft ze een hele tas muesli, kwark meegenomen. Ik zeg, we wonen boven de Lidl, mam. En naast de Albert Heijn. Dat wist ik niet. En ik heb ook gewoon lekker kwark. Even een kleine outfit change. Hoe leuk is deze broek? Hij is iets te groot. Iets heel erg te groot, maar op zich, dat zit ook wel weer lekker. Misschien met deze outfit change hebben we meer geluk. Hè? You never know. Misschien lag het aan de outfit. Ik was wel zwart als een duveltje. Dus let's go. Lopen we dan? Moesie met een... Oh, die blijft achter... Achter elke, oh, er komt nog een, ja. Achter elke, ja, daar. Ja. Ja. Die blijft of achter de regenpijp, of achter zo'n ding hangen. Ja, dat is moeilijk. Het is ook wel een hele grote doos. En ik heb een klein zakje. Ik zou eigenlijk die moeten dragen, hè? Dat is gewoon mishandeling voor mijn moeder. Ja. Zo, we zijn bij een loods. En daar gaan we eventjes slagen, hoop ik. En het ziet er wel heel erg interessant uit. Net heel lief een man aangekeken. Om te zorgen dat ik even mijn, of mama, haar auto daar mocht parkeren. Het is gelukt. Yes. What a drama. Dit is helemaal niks, hè, mam? Nee, jammer. Nee. Weinig meubels. Weinig tot geen. Weinig tot geen meubels. En dan zou je denken, nou, dit is een grote loods. En in Amsterdam hebben ze dat allemaal. Nope. Dat is niet goed. Maar oké, dan kunnen we die man ook verblijden dat wij maar 5 minuten hebben gestaan. Nou, we zijn echt helemaal niks opgeschoten. We hebben letterlijk alleen maar kaartjes voor kleuren wat we kunnen gaan testen voor bij de muur. Het wordt toch beige of... Toop. En we hebben even wat broodjes en wat druifjes gehaald, want we hebben trek. En we hebben er helemaal geen zin meer in, want het lukt gewoon niet. Dus we gaan weer naar de IKEA. Het is echt ongelooflijk. We hebben een ritje gemaakt met de metro, heen en terug. Toen konden we de bus niet vinden. Toen dachten we gaan gewoon weer lekker even weg. We gaan gewoon even op het balkon, even wat drinken en dan naar de IKEA. Echt, wat een verhuisvlog, hè? Het slaat nergens op, want ik kom helemaal niet verder. Zo, even wat eten. Moesie zit hier alweer. Lekker hoor. Tussen de bierkratten. Ja. We zijn in de IKEA. Ja, eindelijk. Een paar keer verkeerd gereden. Maar oké, we zijn er eindelijk. Hopelijk komen we nu wel met gordijnen thuis. Anders ga ik gillen. En vroeger ben ik wel een keertje met mama... Toen mochten wij in... Bij de IKEA heb je altijd om je kinderen te dumpen. Smalland. Zo'n smalland, speelland. En vroeger ben ik een keer daar gedumpt. En toen zijn jullie omgeroepen, toch? Ja, oh ja, ja. Willen de ouders van Marijn Kuipers naar Smalland komen? Want ik weet niet waarom. Ik was gewoon bang, geloof ik. Maar oké, okay. Veel prikkels weer. Hè? In de winkel veel prikkels. Oh, leuk bankje. Weet je, het is wel super cute. Ja, toch? Fuck it, zullen we het gewoon doen? Ja, maar we moeten even elkaar hosselen. We gaan even elkaar hosselen. Het is, ja, hoe? En dit zou ik later ook wel op mijn vloer willen. Zo'n beetje Marokkaans-achtig. Ik vind het zo schattig, al die verschillende soorten huisjes. Ja,
En mama thuis is het ook heel erg knus. Lekker een beetje brokant. Hè? Ik hou niet zo van het strak nostalgisch. Ik zei dat ze. Ik heb ook dat truttig heb ik van jou. Nostalgisch. Dit vind ik ook fantastisch, dat lichte. Maar de andere kant denk ik, ik zou ook wel gewoon mijn huis helemaal donker willen. Met donkerblauw en allemaal kleuren en mooi. Maar ja, het is moeilijk. Moeilijk inzicht. Daarom heb ik mama mee. Ik kan het makkelijker. Dus ik ga jullie wat vertellen. Ik zit hier, we zitten samen weer in de flow. En dat is heel fijn, want het ging niet zo goed. En alsnog moet ik die houten kast opgeven en een basic bitch kast van de IKEA gaan doen. Maar ja, dan is het maar zo. Mijn kleding moet ook hangen. Nu nog leuke kussensloopjes uit gaan zoeken, want dat vind ik altijd zo cute. Ik heb mijn hele bed vol met kussens. En ik slaap 's nachts ook met 80 kussens om me heen. Dus dat is top. Welkom bij de gordijnenhel. Echt, het is echt niet te geloven. Wat een drama. Die ene die we hadden gezien, die ik heel graag wou, dat is deze. Nou, die is nergens meer te vinden, te verkrijgen of wat dan ook. Toen had mama mij voor deze fluwelen overgelaten halen. Want zij heeft de hele tijd over fluweel. En ik dacht, nee, vind ik niks. Maar het kan op zich best wel cozy staan. Nu hebben ze alleen maar met ringen. En ik heb zo'n rails hangen. Dus dan past het niet, hè? Dus ik ben nu al op het punt van, oké, we gaan er gewoon zo'n hangding in gooien. In plaats van die tering. Mag niet zo schelden, hè? Dat we deze gewoon mee kunnen nemen. Maar dan moet ik weer zo'n hangrails ding hebben voor die ringen. Weet je wel? Dat ding. Nou, we hebben wat kussens en dat ene krukje gevonden. En nu kwamen we we liepen tegelijk naar dit ding toe. Want we wouden mijn kanten gordijntje nog vastknopen. Nou, dit is perfect. Ik ben weer aan het klussen geweest. Want ja, ik was de afgelopen dagen alles aan het in elkaar zetten. Dus ik heb het krukje ook in elkaar gezet. Ik kom nog een leuk lampje op. Voor nu. Het bed is een beetje meer opgemaakt. Ik heb een deken, een bed iets. Ik kom echt niet meer aan mijn woorden, jongens. En kussentjes erop. Deze siergordijntjes even opgehangen. Het touw is nou nog niet wat we willen. Maar voor nu is het even prima. Hopelijk kunnen we morgen wat verder komen dan dit. Maar oké, ik ben hier best blij mee. En ik ben blij dat het blauw is geworden. Toevallig hetzelfde aan. Ik kan wel ertussen gaan liggen. En dat ga ik straks ook doen. Dus dit is het einde van de vlog. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. De volgende keer is succesvoller, denk ik. En dan zie je wat meer vooruitgang. Maar het begint al iets gezelliger te worden. Dus tot de volgende keer. Shit, mama heeft per ongeluk de frituurpan die hier stond laten vallen. En nu ligt het hele balkon vol met vet.